Spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste BN'er van het land? Donderdag zag bekend Nederland er weer piekfijn uit. Emporio Armani vierde het 15-jarig bestaan en de sterren trokken hun beste klofje uit de kast om dat te vieren. In een goede look zit best wat tijd. De sterren zijn namelijk behoorlijk ijdel. Ik kan niet ontkennen dat je je beter voelt als je iets leuks aan hebt. En als je goed verzorgd bent, vind ik het allerbelangrijkste. Af en toe een heel klein spuitje botox onder mijn armen voor het zweten. En af en toe hier iets. Eén keer in de 6 maanden of zo. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk om er goed uit te zien. Als ik voordat ik een rode loper op ga of in een interview, hè, dan weet ik wel van precies hoe ik mijn handen door mijn haar moet doen. Zodat ik weet dat ik denk dat ik weet dat het goed zit. I feel pretty, oh so pretty. Ik doe heel veel aan uiterlijke verzorging. Ik ga om de 3 weken naar pedicure. Ik vind het heel belangrijk om er verzorgd uit te zien. Ik bedoel, ik ben 44, weet je wel, dus dan moet je ook gewoon goed voor jezelf zorgen. Ik denk dat het wel een beetje moet als BN'ers zijn, omdat je altijd in de spotlight staat, zoals nu ook weer. En dan moet je gewoon goed voor de dag komen. De sterren laten zich dus graag van hun beste kant zien. En sommigen hebben dan ook een innige band met hun spiegelbeeld. Overal waar ik een spiegel zie, moet ik in kijken. Ja, ik ben eigenlijk niet zo heel erg bezig met mijn haar. I feel pretty. Feridun dus daarentegen, die kijkt wel in de etalage uit als hij langs loopt. Het staat ook heel stom als je dan opeens ziet dat er iemand vanuit de andere kant van de ruit terug aan het kijken is. Ik ben zelf zo erg dat ik af en toe, als er geen spiegel in de buurt is en als ik zelf geen spiegel bij me heb, dan kijk ik in de spiegel van de auto. Zowel de heren als de dames smeren fervent met luxe crèmes om fris en fruitig te blijven. Maar mannen, let even op, word niet te ijdel. Ik vind het toch wel irritant als een man lang over de spiegel staat dan de vrouw. Ik bedoel, nee, liever nog een beetje mannelijk blijven. Hij mag niet ijdel zijn, maar hij mag wel goed verzorgd zijn. Nou, als een man bij mij in mijn beautycase komt snuffelen naar producten voor zichzelf, dan is hij te ijdel. Altijd met de mooiste crèmes. Altijd net met dat ene potje waar jij ervoor gespaard hebt en denkt, dat is zo bijzonder. Daar gaat dan ineens die vinger weer doorheen en je denkt, oh. Niet aan de crèmes komen.